Vrouwen en meisjes die gebukt gaan onder de COVID-19-pandemie moeten weten dat er oplossingen zijn voor hun problemen. Sinds de COVID-pandemie blijkt dat veel meer vrouwen en meisjes slachtoffer worden van onder andere huiselijk geweld. Dit zegt minister Brontosse Mahardjo van Binnenlandse Zaken nadat hij begin deze week terugkwam van een genderconferentie in Egypte. Mahardjo vindt dat het genderbeleid in Suriname beter kan. Als land waren we al bezig, dus dat hebben wij ook aangegeven in de conferentie. Maar er kan altijd nog veel meer gebeuren. En ik ben blij dat de wereld ziet, en dat is echt niet alleen OIC, maar ook de UNDP, dat ze samenwerken om steeds beter tot oplossingen te geraken. Dus het zal bijdragen, maar wij als land moeten ook niet achterblijven. En het bureau gender van mij hier, die zijn continu bezig. We hebben goede mensen die het werk goed doen. En, dus ik denk wel dat het goed komt. Maar wat ik zeg is ook altijd, wat ik net eerder zei, we moeten blijven praten, blijven een oplossing zoeken. En voor de vrouwen en meisjes die last hebben van huiselijk geweld, wil ik hierbij ook oproepen, schroom niet om het aan te geven. Het is niet jouw fout als er wat gebeurt. Geef het aan. Er zijn genoeg manieren om het aan te geven. Er is een hulplijn. Geef het aan als er iets gebeurt, zodat wij kunnen inspringen. Minister Brontosse Mahardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat te veel vrouwen die slachtoffer zijn van enige vorm van huiselijk geweld, stil blijven omdat ze ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt hun schuld is. De bewindsman drukt deze vrouwen op het hart dat geen enkele vorm van geweld gezond is en dat zij altijd hulp moeten inroepen.